En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik kom net bij de winkels vandaan. Het is vandaag dinsdag. Ik ben nog steeds vrij. Morgen moet ik weer werken. Maar oh, ik kom net bij de winkels vandaan. Omdat ik een... Even switchen. Zo. Omdat ik een tafeltje heb gehaald bij de Action. Ik heb zo'n klein wit tafeltje in mijn kamer staan. Toen dacht ik, eigenlijk wil ik er daar nog van eentje hebben. Maar ze hadden hem niet meer in het wit. Maar ze hadden hem nog wel in het groen. Het lichtgroen. Kijk, dat is eigenlijk ook wel gezellig in mijn kamer. Dus dit ga ik zo in elkaar zetten. Verder heb ik gelijk boodschappen gehaald. Ik dacht, dat is wel lekker. Even een lekker ontbijtje gehaald. En bananen. En van alles. Ik loop echt met alles aan mijn arm, wacht even. Maar goed, ik heb vanmorgen lekker op mijn gemak getoucht. Ik ben vroeg opgegaan. Ik heb vlog geëdit. Die is het gaan als goed is nu online. Ik moet er straks nog een editen. Maar ik ben er even een paar dagen tussenuit geweest natuurlijk. En dat had best wel een grote reden. Maar daar ga ik binnenkort een apart video over opnemen. Ik wilde dat vandaag doen. Toen dacht ik, nee, daar heb ik nog geen zin in. Dus dat gaan we maar niet doen. Dus ik ga zo in ieder geval lekker ontbijten. En die video, dat komt wel. Ik ben trouwens best zomers gekleed vandaag. Het is nog steeds een warme temperatuur. Mijn rokje aan van de Pri. Shirtje is van New Yorker. Of nee, ook Pri. Ook van de Pri. En het jasje is van een boutiqueje. Tas is van Bessie Londen, zijn merktas. En de boodschappen zijn van Albert Heijn. Dus nee, ik ga even lekker ontbijtje. Ik heb lekker brie meegenomen voor mijn moeder. Voor mezelf lekker Amerikaans filet, dus helemaal lekker. Goed, ik ben inmiddels terug in mijn kamer. En ik moet zeggen, het is zo heerlijk om in een kamer binnen te komen waarvan alles gewoon opgeruimd is. En schoon en netjes en ach, heerlijk. Dat witte tafeltje heb ik vandaag daar gezet en dat beviel me eigenlijk zo ontzettend goed. Dus het witte tafeltje staat terug hier, want het staat hier gewoon het leukst. Het groene tafeltje ga ik daar zetten, want dan kan er ook gewoon een lampje op en dat soort dingetjes. Dat ben ik alleen vergeten te halen. Ik wilde een lampje halen, maar dat ben ik dus vergeten. Maar goed, maar niet uit. Ik ga mijn raam weer een stuk dicht doen, want die staat open. En we zijn buiten aan het babbelen en doen. Dus, nee, dankjewel. En ik laat mijn gordijn hier voor hangen. Een klein beetje dicht. Want ik ga even tv kijken. Ik ga namelijk een nieuwe aflevering van Lisa kijken. Twee afleveringen of drie. Heb ik gemist of zo. Dus dat moet ik nog even zien. En ik heb uiteraard een lekker kopje koffie gepakt. Dus dat ga ik ook even lekker opdrinken. Ik ga gewoon lekker neer kan zetten op mijn tafeltje. Het is alleen een beetje een gammeltafeltje. Tenminste, ik merk dat hij een beetje heen en weer wiebelt. Maar goed, dat is niet het ergste probleem. Ik ga even tv kijken en koffie drinken. Goed, ik heb een beetje tegenlicht, dat klopt. Het is niet echt een bepaald goed hoek hier. Maar ik ben niet vooruit te branden. Ik ben zo moe en hangerig. En het is warm. Wacht, ik ga dit shirt uitdoen. Ik heb een t-shirt aan over een topje. Zie dat ik nu in mijn BH sta. Ik heb gewoon nog een topje aan. Maar het is zo warm. Dus ik doe dat shirt lekker uit. Ik zit nog steeds aan de koffie. Ik heb hoofdpijn. Dat is niet normaal. Ik heb net wat ingenomen. Ik heb niet helemaal mijn dag vandaag. Ik voel me ook een beetje dat je denkt, ugh. Dit weer is ook gewoon een stuk anders dan gisteren. Gisteren was er alleen maar zon en nu is het fucking bewolkt. Super zonde. Maar het is niet anders. Ik ga zo strijken. En ik moet het tafeltje nog steeds in elkaar zetten. Ik denk dat ik dat nu als eerste ga doen. Dan kan ik die daar neerzetten, kan ik dat gewoon weer normaal inrichten en neerzetten en alles. En dan kan ik daarna wel verder met dingen gaan doen. Ik zit trouwens echt onder de lelijke plek op mijn gezicht. Echt vreselijk.
Maar ik heb tegenwoordig ook geen foundation meer. Ik heb tegenwoordig een soort, wat is het? Het is een soort mousse poederachtig. Maar het is heel dun op je huid. Dus je merkt er ook weinig van aan mijn huid dat er iets op zit. En het toch bedekt het wel. Maar ik heb nu gewoon lekker niks op, dus daar ben ik helemaal blij mee. Ik loop trouwens lekker in mijn sloffen. Ik heb mijn schoenen net... Ik heb mijn schoenen net uitgedaan. En ik ga even lekker mijn ding doen. Ik ben niet vooruit te branden, wat ik net al zei. Dus ik ga nu gewoon opstaan en mijn ding doen. Want anders weet ik dat het straks gewoon nog steeds niet gaat gebeuren. En ik moet nog een vlog editen. Dus ik dat heel gauw eerst even gaan doen. Dat is zo gebeurd. En dan de rest. Goed, ik heb gestreken, ik ben lekker bezig geweest, maar ik heb iets gedaan waar mijn ouders blij mee kunnen zijn. Of waarvan mijn ouders denken, Kim, wat heb je nou weer gedaan, zet het verdomme terug. Er mist hier iets en dat is mijn bureau. Ik zit namelijk heel erg dat ik mijn bureau weg wil uit mijn kamer, omdat het eigenlijk gewoon in de weg staat. En ik zit er gewoon bijna niet meer aan. En dan was hier in de kamer de perfecte plek voor... Dus ik heb hem zo mooi onder het schuine raam gezet. Alles staat gewoon nog netjes bij. Mijn pa's spullen, mijn laptopje hier. En mijn pa kan hier dan ook gewoon aan zitten als hij wil. Heeft hij de ruimte. Hoeft hij niet daar aan dat kleine plekje te zitten. Ik ben eigenlijk wel blij hoe het hier nu bij ligt. Helemaal blij. Ik heb alles opgeruimd hier. Ik heb nog wat was liggen wat hier gedaan moet worden. Maar voor de rest is het hier allemaal prima. Oh, ik sta lekker tegen het licht in. Ik heb wasjes gedraaid. Mijn ouders zijn Dortje halen. Die is gecremeerd. En die zijn ze nu dus ophalen. Super zielig eigenlijk weer. Weer één terug in de vorm van as, jongens. Het gaat echt veel te hard en veel te snel de laatste tijd.
Maar goed, dus ik pas eigenlijk op de vogels beneden, maar ik ben wel. Dus dat is niet echt oppassen. Maar ik ga nu wel naar beneden even drinken, want ik heb dorst. Het is heel warm. Dus het is tijd om even wat te gaan drinken. Komt de pakketbezorger hierheen? Nee. Heel goed. Nou, naar beneden. Goed, ik ben een beetje van mijn geloof afgestapt. Ik heb namelijk de laatste tijd geen hoesjes gekocht of besteld. Dat is voor mij echt heel speciaal, aangezien ik dat regelmatig doe. Maar, ik heb trouwens omgekleed, alleen dit staat af en toe een beetje te ver open. Maar ik heb zojuist wel een hoesje besteld na lange tijd. Ik heb namelijk, ik wil heel erg lang gewoon zo'n echt Samsung hoesje. Met zo'n flapje, met zo'n schermpje voorop. Ik hoop dat jullie weten wat ik bedoel. Nou, die dingen zijn dus super duur. En ik heb dus een soort replica, nepachtig Samsung hoesje gevonden. Gewoon hoe hetzelfde eruit ziet. In het wit. Voor 15 euro. Toen dacht ik, ja, yay, eindelijk. Want die dingen zijn 30, 40 euro. Is echt niet normaal. Maar, het is 5 uur. Mijn ouders zijn nu, denk ik, onderhand gearriveerd bij het crematorium. Die zullen zo op de weg teruggaan. Ik ga denk ik alvast eten doen. Ik heb namelijk vandaag voor eten gezorgd. Dus ik ga ook koken. Het is niet heel bijzonder. Ik ga laten zien wat. Wij gaan vanavond eten. Oh, het is hier ook zo warm. Ja, geen hamburgers. Die liggen hier vanmiddag. Ik heb trouwens bananen gehaald voor. Schijnbaar heeft mijn pa er dus ook een gegeten. Oh! Dat was niet de bedoeling, maar goed, maar niet uit. We gaan eten aardappelschijfjes. Mijn moeder eet gewone en mijn pa en ik eten aardappelschijfjes met paprika en knoflook. Ik weet niet of je dat lekker vindt, maar dan heeft je pech. Kip cordon bleu en ik heb appelmoes gehaald. En we hebben geen verse groenten, die heb ik ook bewust niet gehaald. Omdat ik denk dat iedereen hier gewoon lekker appelmoes bij de aardappeltjes wil in plaats van groenten. Maar we hebben genoeg blikjes groente in de kast staan. Dus als er iemand hopeloos is en groente wil. Normaal ben ik degene die hopeloos is en groente wil. Nu eigenlijk niet, want door het warm weer heb ik echt geen trek. Maar ik denk dat het lekker blijft bij een aardappeltje met wat appelmoes en een stukje vlees. Gewoon lekker makkelijk, simpel, maar toch heel erg lekker. Jongens, het is een wonder. Hij mag hier blijven staan. Ik ben zo blij. Het is gewoon zo licht hier en je zit hier gewoon heel fijn onder het raam. En het is gewoon wat rust, zodat ik qua werkplek uit mijn kamer ben. Het is gewoon heel lekker. Ik zit hier echt leuk. Zo lekker aan het raam, aan het werk. Helemaal top. Bureautje hier. Dit, ik kan hier niet tegen. Vreselijk. Maar ik ben echt blij. Mijn pa vond het echt tof staan zo. Hij zegt dat is voor mij ook gewoon makkelijk. Dan kan ik hier ook gewoon zitten als ik moet zitten. En voor mij precies hetzelfde. Dus ik ga me hier elke ochtend voor ik ga werken, ga ik me hier dus bevinden om te editen. Top! Ik ben er wel blij mee. Elke ochtend en avond eventjes wat werk erachter doen. En als ik vrij ben uiteraard ook. Dus dat is mooi. Ik ben helemaal blij. In ieder geval ben ik nu even de video aan het klaarmaken voor morgen. Want dat moet nog gebeuren. Ik heb hem geüpload, maar verder heb ik er niks aan gedaan. En oh, die staat al klaar. Top. Dus dat is gebeurd. Laptopje dicht. Tabletje heb ik hier staan, maar die neem ik denk ik zo mee naar de andere kant. Top, het is toch heerlijk zo'n plekje, jongens. Oh, top onder het raam. Ik ben er echt heel blij mee. En het lampje staat hier, die kan ik natuurlijk ook gewoon aan en uitzetten. Ook met mijn telefoon, dus dat is ook heel fijn. Dat is helemaal leuk. Top, ik ga even douchen. Het is, ik heb trouwens avond gegeten net, dat was heerlijk. Het is 6:30 bijna. Ik ga even douchen. Even omkleden, want ik hou dit uiteraard niet aan. En ik denk even de week kijken of hier nog even lekker zitten. Want ik vind het echt een heerlijk plekje zo. Top. En uiteraard is er met mijn kamer ook niks mis. Ja jongens, vergeet dat niet. Ik heb dat tekendingetje hier gezet.
groene tafeltje staat daar met koffieapparaat. Daar staat een tafeltje. Ik ben er zo blij mee hoe alles nu staat. Echt heel top. Maar goed, wat ik zeg, ik ga het even douchen, want dat moet wel gebeuren. Goed, ik ben lekker gedoucht en omgekleed en wel heerlijk. Zo warm nu. Ik heb alles hier opgeruimd en klaargemaakt voor morgen. Ik heb mijn kleding klaargelegd. Spulletjes voor morgen klaargelegd. Ik heb morgen lekker aardbeidjes als ontbijt. Heerlijk! En normaal ontbijt ik nooit, dus het is al top dat ik aardbeidjes heb morgenochtend. Maar ik ga nu denk ik gelijk het kaartje van de camera leegmaken, zodat ik dat morgenochtend niet hoef te doen. Dat scheelt me weer tijd. En dan kan ik jullie morgenochtend gewoon lekker meenemen in een soort van de routine wat ik 's morgens doe voor het werk of zo. Dat lijkt me wel een leuk plan. Dus ja. That's it. Vandaag is verder niet zoveel gebeurd. Ik ga nog even wat drinken, medicijnen nemen. Dan ga ik zo slapen. Ik ben trouwens blij dat er hier nu een lampje staat. Heerlijk. Maar dat is nu niet nodig, want het is nu nog licht zat. Ik ga alles erbij pakken en dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog.